Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan beserta kami sekalian. Syukur dan pujian kami boleh naikkan kepada Dia sendiri yang mengikat kami satu terhadap yang lain lewat live stream ini. Untuk nanti mendengar firman-Nya, firman penghiburan, firman kekuatan, kami boleh minta pertolongan daripada Tuhan sendiri hadir di dalam jam ibadah ini. Shalom, vrede zijn met u. Lieve mensen, gemeente van ons Heer Jezus Christus, we zijn God dankbaar dat wij met elkaar weer verbonden zijn hier in deze dienst via deze opname, deze livestream opname, de 52e editie. Dankbaar voor God de Heer, die ons in moeilijke tijden waarin wij ons bevinden, ons kracht geeft via zijn woord, via zijn liefde, om elkaar zo tot steun te zijn. We willen in deze dienst alle emoties en spanningen die er zijn in de wereld, in Nederland, ook in onze eigen moeilijkste gemeenschap, willen we bij God brengen. En mogen wij zijn naam aanroepen, opdat hij hier aanwezig is in deze viering. Maar lakitumulai jam ibadini. Laten we samen beginnen. Ibadah ini kami peralaskan demi nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Damai sejahtera, menyertai saudara-saudara sekalian. Gods trouw en genade zij met u allen. Amen. Naats pembukaan, kita boleh dapat baca dalam Injil Markus, pasal 1, ayat 14 dan ayat 15. De openingstekst voor vandaag in het evangelie volgens Markus, hoofdstuk 1, de versen 14 en 15. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea, memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Markus 1, de versen 14 en 15. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei: de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Injil Markus pasal 1 ayat 14 dan ayat 15, nats pembukaan. Marilah kita bersatu dalam doa sebelum buka dan dengar akan firman Tuhan. Laat ons eens zijn in gebed om het woord van God aanstonds open te slaan. Laat ons bidden. Tuhan, cukup banyak yang terjadi dalam hidup kami yang kami tidak tahu harus berbuat apa. Kami berterima kasih banyak saban kali boleh datang di muka hadirat-Mu, boleh mohon pertolongan daripada Tuhan. Engkau yang ada dalam kerjaan surga, yang sumber hidup kami, kami berdoa kepada-Mu. Sebentar kalau kami akan buka dan dengar suara Tuhan, kami boleh dihentarkan, dipimpin oleh Roh-Mu.
En apa yang didengar boleh ditanam Tuhan dalam kami sekalian. Karena itulah yang kami perlu, firman-Mu yang boleh menjadi kekuatan dan penghiburan, boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam keadaan sekarang Tuhan, Engkaulah tahu apa yang kami mengalami. Hadirlah, kerjalah dengan Roh-Mu, terang-Mu, Roh-Mu itu. Dan segala sesuatu yang terdengar boleh dijelaskan oleh Tuhan sendiri. Heer onze God, voor uw aangezicht verschijnen wij en mogen bidden om uw nabijheid in het horen en verstaan van het woord, dat u aanstonds tot ons allen spreken zult. In een tijd, Heer onze God, waarin zoveel gebeurt, waarin we geconfronteerd worden met emotie en spanningen, Heer, uw geest van wijsheid, van liefde en trouw, mogen over ons komen en mogen ons leiden in het horen van uw woord, dat ons bevrijdt, dat ons kracht geeft, dat ons troost biedt. Dierbare God, dit mogen we bidden. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus alleen. Amen. Pembacaan dari Alkitab. Menurut apa yang tertulis dalam jadwal pengkhotbah gereja-gereja terdapat dalam Perjanjian Lama, dalam buku yang pertama dari Samuel, Fatsal 3, ayat 1 sampai dengan ayat 10. De schriftlezing is overeenkomstig het rooster van de kerken voor deze zondag uit het Oude Testament, het eerste boek van Samuel, hoofdstuk 3, de versen 1 tot en met 10. Yang berbunyi sedemikian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah
Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar. Samuel 3, te beginnen in vers 1. De jonge Samuel diende dus de Heer onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. Samuel lag te slapen in het heiligdom van de Heer bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuel. Ja, antwoordde Samuel. Hij liep snel naar Eli toe en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, ga maar slapen. Toen Samuel weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Maar Eli antwoordde, ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen. Samuel had de Heer nog niet leren kennen. Want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuel voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei, hier ben ik, u hebt me toch geroepen. Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuel, ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden. Spreek, Heer, uw dienaar luistert. Samuel legde zich weer te slapen. En de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren, Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek, Heer, uw dienaar luistert. Sampai begitu jauh pembacaan dari Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar akan firman Tuhan serta mau melakukan kehendak Tuhan. Zaligen ieder die het woord van God heeft aangehoord, het woord in zijn of haar hart bewaren en leven uit het woord van die levende God. Terpujilah Christus. Halleluja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Cerita-cerita Alkitab adalah kaca bagi cerita-cerita hidup kita. Kaca yang menunjukkan kepada kita bagaimana kita bisa lanjutkan hidup kita. Kemana kita harus pergi dalam hidup kita. Apa yang kita temui dalam hidup kita. Suara Tuhan yang kita boleh juga mendengar dalam hidup kita. Cerita-cerita Alkitab pertama-tama adalah cerita untuk memanggil kita untuk percaya. Percaya akan Tuhan, Dia yang menciptakan langit dan bumi, tidak ada Tuhan lain, itu Dia yang menciptakan langit dan bumi, yang kita boleh kenal Allah itu dalam anak laki-laki, putranya, Yesus Kristus. Injil Yohanes, pasal 20, ayat-ayat 30 dan 31 mengatakan sedemikian. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, anak Allah,
dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Cerita-cerita iman ini dimaksudkan untuk menyemangati kita pada saat kita berada dalam keadaan yang penuh dengan derita. Cerita-cerita iman ini ingin memperkuatkan kita pada saat kita merasa lemah. Cerita-cerita iman ini dimaksudkan untuk menahan kalau kita ingin menyerah. Cerita-cerita iman ini memberi kita jalan untuk hidup. Hidup menurut kehendak Tuhan. Cerita-cerita iman ini ingin memperkuatkan kepercayaan kita. Pertama-tama kepercayaan di dalam Tuhan Allah itu. Kemudian Allah itu yang kita boleh kenal dalam Putranya Yesus Kristus boleh memperkuatkan kepercayaan juga kepada sesama kita dan pada diri kita sendiri. Tuhan ini yang kita taruh kepercayaan padanya, Dia tetap berbicara dalam masa atau keadaan apapun. Dia tetap berbicara. Begitulah juga dalam pembacaan Alkitab hari ini. 1 Samuel pasal 3. Disitulah terdengar tentang Samuel yang muda yang menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli, imam tua, di kemah suci di Silo. Di kemah suci itu berada tempat tabut Allah, yang mana 10 penyeruhan ditempatkan. Dan kita tahu bahwa 10 penyeruhan ini diberikan bagi umat Tuhan oleh Tuhan sendiri, agar supaya umat Tuhan dapat hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu setiap tahun orang percaya pergi ke situ, ke Silo, untuk menyembah Allah. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus. De Bijbelverhalen. Ze zijn als een soort van spiegel voor onze eigen levensverhalen. Een spiegel die ons voorhoudt hoe we het leven kunnen vervolgen. Welke richting we moeten opgaan. Wat we zo al tegenkomen in ons bestaan. Dat we ook de stem van God in ons leven kunnen horen. De Bijbelverhalen, ze zijn in eerste instantie verhalen die ons oproepen om te geloven. Te geloven in die God die hemel en aarde gemaakt heeft. In die God worden we opgeroepen om te geloven die hemel en aarde gemaakt heeft. Die God die wij kennen in zijn Zoon Jezus Christus. En het evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 20, de versen 30 en 31, die zeggen het als volgt. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Deze geloofsverhalen in de schrift willen ons bemoedigen in geval wij ons bevinden in verdrietige omstandigheden. Deze geloofsverhalen willen ons sterken in geval wij ons zwak voelen. Deze geloofsverhalen willen ons doen volharden in geval wij willen opgeven. Deze geloofsverhalen willen uitkomst geven aan ons. In geval ons leven doodloopt.
Deze geloofsverhalen geven ons de weg waarlangs wij kunnen lopen om te leven. Leven zoals God het wil. Deze geloofsverhalen willen ons aldus in ons vertrouwen sterken. In de eerste plaats het vertrouwen sterken in de richting en in die God die wij mogen kennen in Jezus Christus, zijn Zoon. Maar ook vervolgens ons vertrouwen sterken in onze naaste en in onszelf. Deze God, op wie wij ons vertrouwen stellen, deze God blijft spreken. In wat voor omstandigheid we ons ook mogen bevinden. In wat voor tijd we ons ook mogen bevinden. Deze God blijft spreken. Zo ook in onze lezing van vandaag in 1 Samuel 3. Waar het gaat over de jonge Samuel die de Heer diende onder de hoede van de oude priester Eli. In de tabernakel, in het heiligdom, in Silo. In dat heiligdom bevond zich de ark van het verbond. En in de ark van dat verbond lagen de 2 stenen tafelen. De 10 geboden lagen daar, opgetekend en wel. En we weten dat deze geboden, deze 10 geboden door God aan het volk is gegeven, opdat het volk volgens deze 10 geboden het leven zullen verkrijgen. Zoals God het wil. Daarom kwamen jaarlijks de gelovigen daar naartoe, naar dat heiligdom in Silo, om die God te aanbidden. Dengar la tak teks berlanjut. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada masa itu, keadaan berkuasa yang Tuhan bermain peranan yang sangat kecil dalam hidup manusia. Suara Tuhan jarang, sama sekali kurang terdengar. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Sedangkan Tuhan sering menunjukkan dirinya, berbicara dengan manusia lewat penglihatan-penglihatan itu. Di Kejadian 15, Tuhan mengatakan dalam penglihatan kepada Abraham, bahwa Abraham tidak usah takut. Di pasal 28, kitab Kejadian, Tuhan berjanji pada Yakub dalam penglihatan lewat mimpi, bahwa Tuhan beserta Yakub. Di kitab Daniel, pasal 9, Tuhan menjelaskan kepada Daniel dalam penglihatan apa artinya mimpi Nebukadnezar. Juga di Perjanjian Baru, Tuhan memerintahkan dan tunjukkan penglihatan kepada lewat penglihatan berbicara dengan manusia. Di buku Murid-murid Tuhan, Kisah-kisah Rasul, pasal 9, Tuhan memerintahkan Ananias dalam penglihatan untuk pergi ke Damaskus dan meletakkan tangannya di atas kepala Saul. Penglihatan-penglihatan ini tidak sering pada waktu itu. Pertama Samuel katakan, hidup manusia seakan-akan tidak ada dia punya arah lagi. Ketidakharapan menguasai harapan. Keadaan ini adalah latar belakang pembacaan kita. Dalam nats pembukaan kita juga terlihat latar belakang
semacam ini. Kita baca. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah, katanya, waktunya telah gelap genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Yohanes berada di penjara. Suatu situasi yang ketidakharapan menguasai harapan. Hidup tidak membuahkan hasil. Dan walaupun begitu, tertulis, Yesus pergi ke Galilea, tempat orang kafir itu, dan memberitakan Injil di sana. Dengan kata lain, walaupun keadaan semacam ini, bahwa tidak ada harapan, karena Tuhan bicara, karena suara Tuhan terdengar, toh ada harapan. Karena itu, pembacaan kita tentang panggilan Samuel adalah cerita penuh harapan. Walaupun mulai dengan kata-kata yang tidak ada harapan. Penuh harapan karena juga di situasi masa yang firman Tuhan jarang, toh ada orang, toh ada manusia seperti Eli yang berpegang pada Tuhan. Menentang semua, ia sudah tua. Matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, tertulis. Ia sudah tidak tahu apa yang ia harus buat. Tetapi ia bertahan dalam Tuhan. Juga di masa sekarang, ada orang yang bertahan dalam iman, tetap berpegang Tuhan. Berpegang bahwa suatu hari, Tuhan mungkin saja berbicara kepadamu. Bertahan kepercayaan itu, bahwa Tuhan datang dalam penglihatan kepadamu dan berbicara padamu, memanggilmu. Seperti di Samuel. Samuel, ia belum dapat dengar suara Tuhan. Karena Eli tidak mengajar dia dalam hal ini. Pada kali yang ketiga baru Eli, ia dapat mengerti. Terus ia mengajar Samuel. Pergilah tidur. Dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar. Dalam keadaan yang firman Tuhan jarang, mata imam tua mulai kabur, kepercayaan hampir tidak ada, Yohanes berada dalam penjara, suara Tuhan terdengar. Tuhan mulai berbicara. Karena Tuhan tidak lepaskan ciptaannya. Tuhan menyalakan kembali api iman yang hampir padam. Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah Tuhan. Sebab hambamu ini mendengar. Manusia, manusia. Hai anakku, hai anakku. Tuhan memanggil. Kiranya manusia yang dengar suara itu boleh menjawab, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maar hoor hoe de tekst vervolgd wordt. Er klonken in die tijd zelden woorden van de Heer en er braken geen visioenen door. Er heerste in die tijd zoiets van godloosheid. Nauwelijks wordt er iets van God gehoord en van God wordt er helemaal niets gezien. Er waren geen visioenen. God spreekt vaak in de Bijbel
in visioenen tot mensen. Voorbeelden. God vertelt Abram in een visioen dat hij niet bang hoeft te zijn. Genesis 15. Of in Genesis 28. Waarin God in een droom, in een visioen, tot Jacob komt, de Beteel. En hij tegen Jacob zei dat hij met hem zal zijn. En belofte deed dat hij Jacob zou beschermen. Of in Daniël 9, in Daniël 2, vers 19. Waarin God in een visioen aan Daniël verschijnt en hem de droom uitlegt van de keizer Nebukadnezar. En wat die droom betekent. Iets wat de magiërs en tovenaars van dat koninkrijk niet voor elkaar kregen. Ook in het Nieuwe Testament, in Handelingen 9, vinden we zo'n visioen. God zegt in een visioen tot Ananias dat hij naar Damascus moet gaan en zijn handen moet opleggen op iemand die Saulus heet, afkomstig uit Tarsus. Zodat hij deze Saulus, de latere Paulus, weer kan zien. En dat de Heer deze Saulus kan gebruiken in de verkondiging van zijn woord. Al deze visioenen, waarin God tot mensen spreekt, ze kwamen in die tijd niet door. Gods stem was nauwelijks hoorbaar. Het leven had als het ware geen richting. En daardoor kon het leven geen goede koers houden. Wanhoop heerste over de hoop. Uitzichtloosheid over uitzicht. Een somber toekomstbeeld lijkt in het verschiet. En tegen deze achtergrond speelt ons verhaal in 1 Samuel zich af. In onze openingstekst lazen wij evenzeer van een dergelijke achtergrond. Ik lees u voor. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea waar hij Gods goede nieuws verkondigde. En dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Johannes was in de gevangenis gezet. In een situatie waarin wanhoop heerste over de hoop. In een situatie waarin uitzichtloosheid heerste over uitzicht. Het leven is vruchteloos. Tegen deze achtergrond lazen wij onze openingstekst. Dat Jezus naar Galilea ging, het land van de heidenen. En daar vertelt Jezus over Gods goede nieuws. Tegen deze achtergrond van uitzichtloosheid en wanhoop spreekt God. Spreekt Jezus. Er is hoop. Daarom is het verhaal de roeping van Samuel hoopvol. Ondanks dat het verhaal begint met wanhopige woorden van dat God niet wordt gehoord. Hoopvol ook voor onze tijd, waar wij ons momenteel in bevinden. Hoopvol omdat ook in een tijd met weinig God, dat hij nauwelijks wordt gehoord en gezien. Dat er in zo'n tijd toch mensen zijn, zoals die oude priester Eli. Mensen die vasthouden aan God. Dwars tegen alles in. Eli is oud. Zijn ogen zijn dof, staat er. Hij lijkt uitgeblazen. Hij was aan het einde van zijn Latijn. Zoals daar staat, die godslamp in het godshuis bijna was uitgedoofd. Maar hij houdt wel vast aan het geloof. En dat is gelukkig ook in onze tijd. Dat er mensen zijn die tegen alles in vasthouden aan het geloof in die God van hoop.
vasthouden aan het werkelijke geheim van het geloof in die God. Namelijk dat die God op een dag zomaar tegen u en mij kan spreken. Zoals tegen Samuel. Zomaar Samuel aansprak. Samuel was niet ingewijd door Eli in dat werkelijke geheim van dat geloof. Namelijk dat God zomaar tot mensen kan spreken. Dat Samuel daardoor ook geen weet heeft, nog geen ervaring heeft, dat God zoiets kan doen. Samuel was veel meer getraind in religieuze rituelen. Hij was veel meer getraind om hoe hij als koster de deur van de tabernakel moest open doen. De lamp, de godslamp, moest aan of uit doen. Offers brengen. In die vormen, daar was hij in getraind. Maar niet in dat werkelijke geheim van dat geloof. Dat God zomaar kan spreken. Zonder dat je het in de gaten hebt. Dat er zomaar een openbaring van God in het leven van alle dag kan plaatsvinden. Gelukkig dat die oude priester Eli nog dat beetje vuur van het geloof brandende heeft gehouden. En daardoor uit die genade zich realiseert als die jongen voor de derde maal bij hem komt, dat hij zich realiseert, het is de Heer die hem roept. Het is de Heer die tot hem spreekt. Ga maar weer slapen, jongen. En wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden, spreek Heer, uw dienaar luistert. Tegen de achtergrond van het feit dat er in die tijd zelden de woorden van de Heer klonken. De ogen van een oude priester dof waren geworden. De godslamp in de tabernakel bijna was uitgedoofd. Het geloof op een zeer laag pitje brandde. Spreekt God. Weerklinkt zijn stem. Wakkert hij het bijna uitgebluste vuur van het geloof weer aan. Samuel, Samuel. En Samuel antwoordde, spreek Heer, uw dienaar luistert. Dit verhaal laat duidelijk horen dat God blijft ingrijpen. God blijft spreken in de wereld, door alle tijden heen. Ook in de tijden dat zijn woorden zelden worden gehoord. Visioenen niet doorbreken. De ogen van de mensen dof zijn geworden. Het geloof op een laag pitje brandt. Dat Johannes is gevangen genomen. Dat hij spreekt, die God, woorden van hoop. Van uitzicht, van toekomst. Woorden van heil. In die God geloven u en ik. In die God die ook vandaag spreekt in deze pandemievolle tijd. Waarin de druk en de spanning alleen maar toenemen. Spreekt hij tot u en tot mij. Simpelweg om liefdevol te zijn. Zomaar op alledaagse in alledaagse situaties. Liefdevol. En dat betekent om ook met verstand die God lief te hebben. Niet alleen met gevoel en hart, maar ook met dat verstand. En dat betekent dat je voor elkaar verantwoordelijkheid draagt. Dat je wijs bent. Verstandig. En juist wanneer de risico's in het leven zo nadrukkelijk aanwezig zijn, dat je dat liefdevolle, die wijze woorden tot je neemt.
Samuel luistert. Als God spreekt. Mogen zo, wanneer God ons roept, mogen het even zo geschieden. Voor u en voor mij. Ga met God. En hij zal met u zijn. Amen. Laat ons in ons slotgebed God dank zeggen. Heer, we zijn u dankbaar voor de woorden van toekomst, van troost. Juist wanneer wij ons bevinden in situaties van onrust, van chaos, van het niet meer zien zitten. U blijft spreken. U blijft ons roepen. Bij naam, zoals u, uw dienaar Samuel, hebt geroepen. Op een moment dat hij zich totaal niet bewust was van u, Heer onze God. Dat uw geest zo in ons allen mogen waaien in deze wereld. En ons nabij mogen staan. En dat we elkaar vanuit die woorden van hoop en liefde, die u ons geeft en tot ons spreekt, we dat elkaar met elkaar mogen blijven delen. En elkaar zo mogen bemoedigen en sterken. Juist in de situatie waarin wij ons bevinden, o Heer. Dierbare God, daar bidden wij om. Hoor ons aan. En schenk ons uw genade voor al wat wij in uw ogen dingen hebben gedaan en gezegd. Niet overeenkomstig uw wil. Heer, uw geest, waaien in ons. Opdat we elkaar tot elkaar mogen blijven spreken in uw naam. Mogen bemoedigen, mogen troosten. Mogen zeggen welke richting we op moeten gaan. Omdat wij het van u hebben gehoord. Heer, o Heer, wij bidden u, verhoor ons allen. Shotuhan kami boleh naikkan kepadamu syukur dan pujian karena apa yang kami boleh dapat dengar daripada Tuhan sendiri lewat panggilan Samuel yang walaupun keadaan itu yang mana kata-katamu firmanmu jarang Tuhan tidak lepaskan tanganmu daripada kami sekalian. Dan tetap tinggal berbicara, tetap memanggil kami. Kiranya harapan itu Tuhan boleh ditanam dalam kami. Dan dalam harapan itu kami boleh tetap berdoa satu terhadap yang lain. Menolong. Karena Tuhan, keadaan yang mana kami berada tidak gampang di dalam dunia ini. Yang emosi dan kegentingan terlihat, terasa. Di dalam masyarakat Belanda. Di dalam masyarakat Maluku. Khususnya di dalam jemaat-jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami. Yang berada dalam keadaan berduka cita. Keadaan Tuhan yang mana ketidakharapan seakan-akan berkuasa. Tetapi dengan apa yang kami boleh dapat dengar dari firman-Mu yang kudus, bahwa Tuhan tetap berbicara, datang dengan harapan. Tuhan, kami berterima kasih banyak dan kami boleh dikuatkan dengan janjian itu. Kami berdoa Tuhan boleh bersama dengan saudara-saudara kami yang ditinggalkan. Dengan saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan yang tidak gampang. Dalam pandemi ini yang kena penyakit COVID-19. Tapi juga penyakit-penyakit yang lain. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami. Yang dalam pergumulan lewat doa mohon pertolongan
daripadamu. Tuhan, kasihanilah kami sekalian. Kasihanilah kami. Kami nanti sesudah ini, Tuhan, mau dalam satu masa yang khusus, satu saat yang khusus, berdoa, bergumul dengan doa untuk saudara-saudara kami, khususnya di Moordrecht. Tuhan, dengarlah seruan kami dan datanglah dengan Roh-Mu untuk menolong kami, supaya selaku satu persekutuan, satu suara, kami boleh nanti naikkan seruan-seruan kami kepada-Mu. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, bungkuslah kami sekalian dalam kasih sayang-Mu, dan kiranya kami boleh mengakhiri doa ini dengan kata-kata yang penuh dengan kasih sayang Tuhan, yang Dia sendiri, Putra-Mu, anak-Mu laki-laki, Yesus Kristus, mengajar kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya kami boleh baku dapat dalam masa depan kembali. Kami mengakhiri bersama dengan berkat yang Tuhan sendiri boleh memberikan kepada kita sekalian. Angkatlah hati kepada Dia sendiri. Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia boleh memberkati kita sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, beserta dengan kami semua. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sekalian tahu keadaan di masyarakat Belanda ini karena pandemi COVID-19. Kita juga tahu keadaan di masyarakat Maluku di negeri Belanda ini. Dan kita mau bawa di dalam doa, khususnya untuk saudara-saudara kami yang berada di Moordrecht. Saudara yang di Moordrecht dalam jangka waktu yang pendek dapat dengar dikena COVID, masuk rumah sakit. Ada yang syukur baik lagi, tetapi sayang juga ada yang meninggal dunia. Hanya dengan doa ketorang
mau bawa di muka hadirat Tuhan. Mohon Tuhan, boleh tolong kami sekalian. Het is een speciaal moment, lieve broeders en zusters. We willen een moment nemen om te bidden. Want we weten wat er gebeurt in de wereld om ons heen. Hier in Nederland en bijzonder in onze eigen moeilijkse kring. En daarvan weer het bijzonder, de situatie in Moordrecht, in de wijk daar. Een enorme uitbraak van besmettingen, corona. Wat kunnen we doen dan alleen maar het te brengen in gebed bij die God? Met de pijn die we hebben. Helaas zijn er mensen aan overleden, ook in Moordrecht. Gelukkig zijn er ook mensen herstellende. En weer anderen liggen nog in het ziekenhuis. We willen bidden voor hen. We willen bidden voor hun naasten. Op dit moment, dit speciale moment. En we nodigen u uit om dat thuis ook te doen. Die ondanks de sedara, untuk merendahkan diri, dan juga turut serta dalam doa, dari tempat masing-masing. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Laten we samen bidden. Ya Tuhan, Engkau yang datang dari atas, turun ke bawah dalam anakmu laki-laki Yesus Kristus. Yang barusan kami boleh bersama-sama merayakan hari kejadianmu. Yang terjadi dalam keadaan yang tidak biasa. Ya Tuhan, kami berada dalam keadaan yang tidak gampang. Kami ingat akan saudara-saudara kami yang kena penyakit COVID-19 itu di dalam dunia ini, di negeri Belanda, khususnya di masyarakat Maluku di negeri Belanda. Kami ingat akan saudara-saudara kami di Moordrecht yang selaku eksplosi melihat penyakit COVID-19 itu tunjukkan mukanya. Dan syukur Tuhan, ada yang bertemu dengan Tuhan, tinggalkan tempat kosong di tengah-tengah familinya. Dan kami sudah bawa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami akan ingat apa yang barusan terjadi terhadap keluarga besar Paliama Matalemual. Ingat akan saudari kami, Usyoke. Ingat akan Bu Max, suaminya. Ikana ingat akan anak-anaknya, anak-anak cucu. Tetapi sekaligus kami akan ingat saudara-saudara kami yang masih dalam rumah sakit atau di rumah dalam proses penyembuhan. Tuhan, campur tangan-Mu dalam keadaan itu. Dan kami doakan yang kasih-Mu yang Engkau memberikan kepada kami boleh terlihat dalam hikmat. Bahwa kami anak-anak-Mu pakai hikmat itu, otak kami, untuk berbuat menurut kasih sayang-Mu itu. Lain bertanggung jawab terhadap yang lain. Ya Tuhan, kiranya kami boleh mengikuti aturan-aturan yang dicatat untuk melawan penyakit COVID-19 ini, Tuhan.
dengarlah. Dengarlah seruan-seruan yang kami naikkan kepadamu. Bukan hanya dari hambamu, tetapi juga Tuhan, dari masing-masing anakmu yang seruan naikkan kepada Tuhan. Heer onze God, tot u heffen wij onze harten op. En mogen bidden dat u ons allen nabij staat, in het bijzonder zij die lijden aan deze ziekte, die ondoorzichtig en zo als een roofdier in mensen kan sluipen. Dat we met uw geest van liefde u liefhebben met ons verstand. Helaas, Heer onze God, hebben we mensen, onze dierbaren, moeten loslaten als gevolg van deze corona. En we denken daarbij onlangs, in de afgelopen week, aan de familie Paliyama Matlemwa, Ushjoke, uw kind, dierbaar gemeentelid van NGPNB Moordrecht. U heeft ontmoet, achterlatend, dierbare God, een leegte. We bidden voor Boemax, haar man, voor de kinderen en kleinkinderen, voor de grote familie in rouw. Maar we denken evenzeer aan al die anderen die door deze ziekte zijn geraakt en die thuis zitten, herstellende, in quarantaine of in het ziekenhuis. Heer, wees hen allen nabij en hun naasten. En dat u met uw geest van liefde, uw geest van verstand in ons mogen waaien, opdat wij verstandig in het leven mogen omgaan en mogen luisteren naar de woorden en de regels die zijn opgesteld om elkaar in leven te houden, om elkaar gezond te houden, ondanks dat wij als mensen zo graag bij elkaar willen zijn. Maar dat kan even niet. Heer, daar hebben wij uw geest bij nodig, die ons geduldig laat wachten dat er een eind komt en dat u blijft spreken. En dat u, ook al schijnt het minder te worden, het vuur van het geloof, dat u het toch weer aanwakkert. Help ons daarop te vertrouwen en in te geloven. Heer, zo bidden wij voor al degenen die door deze nare ziekte zijn getroffen. Dierbare God, hoor ons aan. Kom in ons bestaan en sterk ons voor elkaar te bidden. In uw naam, door Jezus onze Heer. Amen. Kau Tuhan yang selalu bekerja melebihi yang dapat ku pikirkan. Tak sekalipun engkau biarkan ku hadapi semua sendiri. Saat ku rasa tak mampu lagi, di situ kau tunjukkan setiamu. Dalam badai cinta,
janjimu teruji, kau buktikan kepadaku. Kau tunjukkan setiamu dalam badai, janjimu teruji. Kau buktikan kepadaku. Kau Tuhan yang menolongku di masa lalu. Kau juga thank you.